Hey Wil van Allooi, Pasen vieren in Enschede, in de wedstrijd der wedstrijden. Ja, mooie visie toch? Dus kijk er naar uit. Dat is zo simpel is het. Dat zijn toch bijzondere wedstrijden in het seizoen. Je krijgt er niet meer punten voor, dat weten we wel. Maar het is wel voor het gevoel, zeker ook van de supporters, is het wel iets bijzonders. Ja, gevoel, maar met welk gevoel ga je naar Enschede toe met je team? Nou, best wel met een goed gevoel, moet ik zeggen. De laatste competitie was natuurlijk gewonnen, Go Ahead. We hebben in de interlandbreek 2 wedstrijden gespeeld. Die hebben we ook gewonnen, daar hebben we best wel aardig gespeeld. Veel jongens minuten kunnen geven. Dus je voelt wel dat er iets groeit. Dus ik denk dat we wel met best wel wat vertrouwen die kant op kunnen gaan. Aan de andere kant is de uitdaging ook niet klein, want Twente staat natuurlijk gewoon derde, heeft een goede ploeg. Dus ik kijk er wel naar uit hoe we ons verhouden tot hun. Twente verliest weinig in eigen stadion. Is dat een nadeel? Ja, dat is een nadeel, ja. Ja, nee, maar dat weet je. Kijk, alle topploegen verliezen weinig in eigen huis. Dat is bij Twente niet anders. Ze zijn daar sterk, met een goede ambiance normaal gesproken erachter. Maar prima, wij voelen ons goed en we gaan de uitdaging aan. Het wordt een drukke week. Eerst FC Twente, dan AZ en dan Sparta. Ja. Ja, dat is de planning. Dus we hebben nu een vrij weekend gehad met de Interlands. En er komt daarna weer een vrij weekend aan met de bekerfinale. Tussendoor moeten we toch nog de wedstrijden gewoon spelen. Dus 2 dagen ertussen is gewoon weinig. Is eigenlijk iets te weinig. Maar oké, we gaan dealen met het schema zoals het is. Dat betekent dat we veel moeten herstellen tussendoor. Dat we goed moeten kijken wie fit is en wie fit genoeg is om te starten. Dus ik denk dat we ook wel meerdere jongens nodig hebben. Wie fit genoeg is om te starten? Dan kijk ik even naar de wedstrijd van komende zondag. Je hebt 2 internationals teruggekregen die geblesseerd waren. Ja, dat is heel hartstikke vervelend. Dus de interlandperiode is voor ons eigenlijk best wel goed verlopen voor degenen die hier in Nederland zijn gebleven. Dus wat we zelf hebben kunnen doen met 2 wedstrijden die we gespeeld hebben. Iedereen minuten maken, hard getraind en ook nog even een paar dagen vrij kunnen geven. Dus dat is eigenlijk precies wat je wil. Ja, we hadden 3 internationals en er zijn er 2 geblesseerd teruggekomen. Dat is wel hartstikke vervelend. Betekent dat als er geen van beiden spelen zondag? Nee, Stijn Bultman gaat in ieder geval niet spelen, want die is ondertussen al geopereerd. Dus die is er in ieder geval tot het eind van het seizoen uit. En dat is al een aderlating voor ons. We zaten al niet zo dik in de centrale verdedigers. Uiteraard ook heel vervelend voor hem. En Aydin gaan we kijken of hij op tijd fit is. We weten dat het een belangrijke wedstrijd is, dat het een speciale wedstrijd is. Alleen... Is die kans er? Dat hij gaat spelen? Jazeker, jazeker. Die kans is er wel. We gaan hem morgen testen. En dan kijken hoe hij ervoor staat. Aan de andere kant zijn we ook slim genoeg om te weten dat er nog een hele belangrijke serie aankomt voor ons. Dus we gaan ook niet onverantwoorde risico's nemen. We hebben de charge gezien op televisie. Dat was de flinke. Ja, het was een smerige overtreding. En uiteindelijk denk ik dat we nog geluk hebben dat hij er zo vanaf is gekomen. Dat zijn voet in de lucht was. Dat hij daardoor dat hij niet vast stond. Want dan was het waarschijnlijk echt een zware blessure geweest. Dus. Maar toen ik het zag, schrok ik ook wel eventjes. Ook een man waar ik eventjes over wil praten is Wiekhoff. Ja. Nou, die ging toen met een hamstringblessure van het veld af. Hoe ver is het met hem? Ja, hij gaat wel vooruit, maar nog niet zo snel als dat we gehoopt hadden. Dus we hadden eigenlijk gehoopt dat hij vandaag aan zou kunnen sluiten op de training. Zover is hij nog niet. Dus hij kan wel het een en ander doen, maar nog niet echt kracht op de been zetten. Dus ook niet schieten en echt aanzetten. Dus dat is in ieder geval geen optie voor komende zondag. En daardoor wordt het ook al wel kort dag richting die andere 2 wedstrijden. 1000 man in het uitvak, 21 bussen. Moet je goed doen. Ja, dat doet toch zeker goed. Maar ik moet zeggen, het publiek is sowieso goed. En dat geldt in uitwedstrijden, maar het geldt ook in thuiswedstrijden. Ik heb de tweede helft Go Ahead thuis wat dat betreft ook genoten. Tussen de wisselwerking van publiek en spelers. Waar ik het vaker over heb gehad, dat je dat graag wil. Maar ook in uitwedstrijden, of het nou in de Kuip is of waar we ook spelen. Ze zijn er altijd. En je hoort ze ook altijd, dus dat is gewoon mooi. Nog 6 punten heb je in ieder geval nodig. Ja, minimaal. Dus ik ben geen groot rekenmeester en je moet je zeker niet rijk rekenen met 6 punten. Dus, maar er zijn ook nog wel aardig wat wedstrijden te spelen. Dus we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd en we gaan gewoon zondag eerst voor de eerste. Ik hoor dat je zondag met een heel fijn en blij gevoel terugkomt uit Enschede. Dat hoop ik ook. Dat hoop ik voor iedereen hier. Succes. Dankjewel.